Hier bij het Entrepotgebouw in Harlingen kan het publiek vandaag afscheid nemen van de zondag overleden weerman Piet Paulusma. Familie heeft verzocht om bloemen mee te nemen en daar is gehoor aan gegeven. Ja, voor het laatst hè. Nog één keer ontmoeten, maar niet meer. Ja, het Entrepotgebouw, dat was de plek die Piet heeft uitgekozen van... daar wil ik liggen en daar kunnen de mensen van mij afscheid nemen. En als je binnenkijkt, er liggen zoveel bloemen. Dat is fantastisch om te zien. En ik had net even met de familie, goh, zou die dit een beetje meekrijgen? Dat hoop je dan. Je weet het niet natuurlijk, maar dat hoop je wel. Een waardig afscheid. De bloemen en alles, dat is gewoon, als je daar binnenkomt lopen, denk je, wow, dat is echt... Ja. Goede kennis, een goede vriend van mijn vader, mijn moeder. Piet heeft vroeger het café van mijn vader en moeder gekocht in haar baai, Jalbeem. Ja, maar er is toch een icoon is gewoon weg. En veel te jong en zo'n klote ziekte, ja toch? He was one of the guys, weet je. En altijd gewoon normaal gebleven. Wel een BN'er, maar niet naar zijn schoenen gaan lopen. Dus dat zegt heel veel over de man. De familie is er vandaag in stilte bij om te zien inderdaad hè, dat het publiek hier vandaag is. Je was net bij hen. Wat doet dit met hen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, zij vinden dit zeker ook alle reacties na het overlijden van Piet. En alles wat er op Instagram en Facebook en ook ons programma, het eerbetoon wat we aan Piet hebben gemaakt. Ja, dat troost hen ook. Weet je? Dus het feit dat er zo met zoveel liefde over Piet wordt gesproken, met zoveel respect... dat geeft ook troost. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zeggen ze ook. Niet alleen het publiek neemt vandaag afscheid. Ook de veerdienst naar Vlieland bracht zojuist een mooie laatste groet. Straks is een borrel op Piet. Borrel op Piet. Ontmoeten!